Ik ben Marieke en ik ben nu 8 jaar met Aikido bezig. Eerlijk gezegd was het toeval. Op zich heb ik altijd wel een belangstelling gehad voor dit soort sporten. Maar ik had nooit het lef om zelf sportschool binnen te lopen. Omdat ik niet wist wat ik daar voor mensen tegen zou komen. En ik kwam de meester tegen, Rob. En die vertelde over Aikido. En het leek me zo leuk dat ik een proefles heb gedaan. En daarna ben ik nooit meer weggegaan. En na de warming-up begin je met het oefenen van valletjes. Want die zijn essentieel bij deze sport. En dan pas beginnen we met de serie technieken. Om die te trainen. Wat ik gemerkt heb, ook in het dagelijks leven buiten, is dat je een stuk zelfvertrouwen ontwikkelt. Waarbij je niet meer bang bent voor confrontatie. Omdat je weet, vanuit de confrontatie die je hier steeds aangaat, dat je mannetje wel staat. Wat ik het leuke vind aan Aikido, met de bu daarin, is dat het juist zeg maar veel meer, wat mij betreft, het rationeel, het fysieke is. En dat betekent dat je dus ook niet geen kracht nodig hebt, maar je moet coördinatie hebben en de timing. En dat betekent dat ook vrouwen zonder problemen met hele grote mannen kunnen trainen, omdat het niets met je kracht te maken heeft. Het is echt een hele goede manier om je te ontspannen, om je fysiek, conditioneel op peil te houden. Het is gezellig. Ik zou zeggen, ga een keer mee en ga het proberen.